agape wat niks te doen het met gevoel nie, niks te doen het met begeerte nie, eindelijk te doen met de mens zelf, met wat binnen in jou aan die gang is, jou karakter, jou waardesysteem, jou gedragspatroon. Dis 1 Korintiërs 13 se liefde. Dis langmoedig as vriendelik. En volwassen, en redelijk, en eerlijk. Als je niet agape hebt, gaan die verhouding nergens heen. Agape is vriendelijk. Ik hou van die Engelse woord kind. Nee? Het is nice om samen met iemand wat agape is te wees. Agape praat niet lelijk met elkaar. Agape skel elkaar niet, sê elkaar niet slecht. Nie. Agape is eigenlijk iets wat jou ophef. Agape maakt jou oe blink. Nee? Jou grootste werk in hierdie verhouding is om haar oe blink te maken. Een rol te spelen wat haar gelukkig maakt en vice versa. Die tweede is Philos. Nou, Philos gaan oor vriendschap. Het is om pelle te wees. Ga lees hoog, dan zie je hoe praat Salomo met sy brein. Love is a beautiful song. It's a new way of living and a new way of starting each day. Dan groei mens nader en nader aan elkaar en je leven wordt wonderlijk vervuld, gelukkig, liefelijk. Dat is het beste ding wat ooit moet doen. Ik wens het gaan met jullie goed.